daar zijn we weer. We zijn al een nieuwe aflevering van Het Artiestenfestival. Leuk dat je kijkt. Dames en heren, hier in ons dorpshuis Nieuwbuin. Als jullie er klaar voor zijn, we gaan een gezellig feestje maken. We gaan klappen en zingen. Ja, gezellig allemaal. Ja. Wat een gezelligheid hier weer. Jammer dat je er niet bij bent. Ik heb voor de avond van wat ik heb, samen met jouw foto in mijn achterzak bewaard. Oh, ik heb mijn wangen glad geschoren, want ik hoop dat jij me kust. En al die zenuwen die dansen, water van de bloemen en met rode wijn geblust. Dames en heren, de handen in de lucht, we gaan klappen en zingen. 1, 2, 3. Mag ik dansen? Mag ik dansen? Met jou en met jou. Mag ik dansen? Mag ik dansen? Mag ik dansen met jou? Hey! Ah, gezellig, gezellig. Ja. Ik heb bloemen uit het stadspark. Dansen doe ik nooit, maar vanavond zal ik zweven tot de lichten zijn gedoofd. Dan komt hier met z'n allen, put je hands up in the air en zingen. Mag ik dansen? Mag ik dansen? Mag ik dansen met jou? Jou, jou, jou. Mag ik dansen? Mag ik dansen, maatje? Sinds jaren langs onze leven. Ik zal een buiging voor je maken. Pak je hand voorzichtig vast. Ik zal je lief en zachtjes vragen of deze dans ons past. Ik draag je naar midden als de wind ons liedje start. En dansen tot je duizelt op het ritme van ons hart. Zing je mee? Mag ik dansen? Wat? Mag ik dansen? Wat? Mag ik dansen met jou? Tuurlijk, thuis ook zingen. Mag ik dansen? Mag ik dansen? Wat? Hands up in the air. Mag ik dansen? Mag ik dansen? Mag ik dansen met jou? Hey, hey, hey. Mag ik dansen? Mag ik dansen? Mag ik dansen met jou? En we zingen. Ja. Ah, gezellig. Een nieuwe aflevering van Het Artiestenfestival. Alles is er klaar voor. Ik hoop jullie thuis ook. Dan kunnen we eindelijk gaan beginnen. Handen in de lucht en een groot applaus voor jezelf. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Het Artiestenfestival. Dames en heren, jongens en meisjes, weer een bomvolle aflevering. Leuke, gezellige artiesten die we graag aan jullie willen gaan voorstellen. En hier speciaal voor jullie willen gaan laten zingen. Let op, want we gaan even heel snel door naar Jozef. Want Jozef, wie zit er bij jou aan tafel? Massa is kassa. Hoe kom je bij die man terecht? Ja, hoe kom je bij die man terecht? Eigenlijk door een kameraad van een dochter van mij in ieder geval. Die zei van je moet daar een nummertje van maken. En zo is het eigenlijk gaan rollen. Maar ja, dan moeten we natuurlijk Peter Gillis zien te charteren. Ja, dat is moeilijk. Ja, dat is moeilijk inderdaad. Het nummer, telefoonnummer van Mark Gillis, die hadden we zo. Maar ja, ik had zoiets van, we moeten dat niet via Mark doen. We moeten wel de man zelf aan de praat zien te krijgen. Ja. En op een gegeven moment zit mijn manager die zit bij een kameraad van haar, of in ieder geval een kennis. En die begint daar te vertellen wat de bedoeling is. En die pakt zijn telefoon en zegt, nou hier een nummer van Peter Gillis. Dus mijn manager heeft 2 dagen moed verzameld om de heer Gillis, ja. De heer Gillis aan de telefoon te krijgen. En dat is op een gegeven moment gelukt. En die zei je doet maar, ik hoor het wel. Zei, nou, dan staat je er in ieder geval niet negatief tegenover. Nee. Toen zijn Frank Verkooy en ik samen zijn aan de gang gegaan. En zo is het nummer. Maar je was voor die tijd ook al lang bezig met de muziek? Ja, ik ben al eigenlijk vanaf 96 was ik al bezig. Toen heb ik ook een nummer opgenomen, Opa. Dat is een nummer van Ad van der Hurk en Die de Wit voor de Nederlandse
kenners. Ja, ja. En die werd toenertijd werd tegen mij gezegd van door onder andere Ad, zou jij daar niet als single uit willen brengen? Nou ja, dat hebben we toen gedaan. Alleen ja, dat is ergens op een plankje beland bij een platenmaatschappij. Want toen kwam er een ander mannetje, die wat jonger was als ik, een of andere Jan Smit. Oh, ja. En toen zei ze van ja, daar kun je niet tegen opboksen. Nee. Hij had een nummer over oma, ik had opa. Ja. Dus dat liep niet zo. Nee, ja, kunnen we altijd nog een keer op een album zetten natuurlijk. Nou ja, ik ben dan met Frank ook weer bezig om te kijken of we hem kunnen gaan vernieuwen. Dus mogelijk dat we dat gaan doen. Dat we er een leuker nummer van kunnen gaan maken. Ja. Nou, we wachten met spanning af op jouw nieuwe nummer. En als je hem hebt, dan hoor ik het wel. Dan zie ik je wel weer verschijnen. Ja, daar gaan we zeker vanuit. Oké, bedankt Dave. Graag gedaan. Zo'n gesprek is natuurlijk altijd heel erg innoverend en om nieuwe dingen te ontmoeten. Want zo'n man die op zo'n programma, primetime, het zo goed doet natuurlijk. Is dat direct lekker mee ook aan je populariteit. Dat denken we althans. Dus we hopen ook het beste voor onze eigen Dave. Massa is kassa, de grote vriend van Peter Gillis. Je weet nooit waar het toe kan leiden. En waar het toe kan leiden sowieso wel is dat hij vandaag hier op het podium staat bij het Artiestenfestival. Dames en heren, leuk dat je kijkt. Want ook hier is Dave Joosten. Je mag natuurlijk wel allemaal meedoen met die handjes en lekker meeklappen. Wat is het toch een baasje die Gillissen doet het goed. Geboren op de camping, dus hij weet niet beter. De man heeft vele banken en noemt zich miljonair. Hij is nu in één keer populair. Hij is makkelijk, hè? Massa! Massa is kassa, dat doet ik hem zeggen. Denken, dat doet hij in dozijn. Zijn tempo speelt hoeft hij niet uit te leggen. Zijn keurmerk is geen schijn. Massa is kassa, dat doet ik hem zeggen. Ondernemen zit hem in het bloed. En dan komt ie. Observatie, ja, hij weet wel hoe het moet. Met een flesje Vlugo komt het altijd goed. Zo zonde, hè? Had zo lekker gekund. Hij heeft nu heel wat camping, zo maak als rechterhand. Nicole, zijn grote liefde, vraagt ook vaak om zijn hand. Daar wil hij niks van weten, hij lult er overheen. Want in de quote moet hij richting nummer 1. En dan komt hij weer uit Massa! Massa is kassa, dat doet ik hem zeggen. Denken, dat doet hij in dozijn. Zijn tempo's wil doen, hij niet uit te leggen. Zijn keurmerk is geen schijn. Massa is kassa, dat doet ik hem zeggen. Ondernemen zit hem in het bloed. Hatsenplatsen, ja, hij weet wel hoe het moet. Met een flesje Vlugo komt het altijd goed. Oké, hoppa! Als je thuis straks in de huiskamer zou zeggen, zet de stoel aan de kant. En je kunt een lekker dansje maken. Oké, doe het nog één keer om het nooit meer af te leren. Komt-ie! Massa is kassa, dat moet ik hem zeggen. Ondernemen zit hem in het bloed. Hatsenplatsen, ja, hij weet wel hoe het moet. Met een flesje Vlugo. Je Vlugo komt er altijd goed. Dankjewel, dankjewel. Goedemiddag. Dat is een tijdje terug, hè, dat je hier was. Ja, zeker. Dat is zeker 2 jaar, denk ik wel.
Wel al, denk ik, maar ook een tijdje niks uitgebracht eigenlijk. Hè? Ja, vorig jaar nog, Blauwe Bal, maar ja, die is zo ondergesneeuwd. Ja. Het was ook een beetje een kerstliedje, hè? Maar ja, nee, dat kon ik niet doen met optredens. Nee. Nee, mist je het ook? Je mist het wel, maar aan de andere kant ook niet heel erg. Dus ik vind het ook leuk als ik op de radio ben, maar nee, ik heb nu heel veel tijd voor mijn gezin. Dat is ook belangrijk. Ja, dat is ook belangrijk. Dus ja, het is ook wel spannend om allemaal weer een beetje opnieuw te beginnen nu. Je hebt nou een nieuw nummer uit. Heb je dat zelf geschreven? Ik heb de Nederlandse tekst wel zelf geschreven. Maar hij komt uit het Engels van Babe. Ik was altijd fan van Babe. Dolly Does Love. En dit was een beetje een B-kantje. En, maar wel een bekend B-kantje eigenlijk. Je vond hem wel bekend? Ja, heel veel kenden hem niet. En het is wel een beetje aanstekelijk. En het is wel in Spanje uitgebracht als single. Dus de echte Babe-fans kunnen hem best wel hebben natuurlijk. Ja, we hebben hem ook een beetje verlengd. Maar hij was natuurlijk korter. Ik vind het altijd mooier als het een beetje over de 3 minuten is. Anders is het zo gauw gebeurd. Ja. Ja, en er zit een beetje toch de Hemelsteltje van s'morgens tot 's avonds. Dus wel gezellig, ja. En nou moet je hem voor het eerst brengen, denk ik, hè? Ja, je moet hem voor het eerst doen, ja. Ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Dat, ja, qua tekst wel, maar ik bedoel, het is een rare tijd, een beetje griepentijd. Dus, ja, als je weinig optreedt, heeft je stem er ook onder te lijden. Ja, ik word er gauw moe van ook, inderdaad. En ik ben nogal wild op podium. Ja. Dus, ja. Nou, je hoeft geen half uur nou, dat scheelt. Nee, maar ook al is het 2 liedjes. Hè. Dat ene liedje, het is iedere keer boem, 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 en dan boem. Ja, ja. Dat gaat allemaal door. En dan denk ik van, ja, dan ben ik wel... Je gaat nou je nieuwe nummer doen en ik had je gevraagd een heel oud nummer. Welke wordt dat? Ik ga een piratennummer doen, Droevig Hart. Is van Margaret. Ja, je bent met de Moonlight. Ja, ja. Mooi nummer. Ja, maar ook weer hoog. Dus ik hoop dat stemmen toelaat. Maar ik heb dat even geoefend. Dat gaat nog beter als Boomerang. Dus dat moet wel lukken. Moet goed komen. Nou, heel veel succes vanmiddag. Ja, gaat goed komen. Bedankt. Dankjewel. Fijn om steeds meer te weten te komen over deze dame. Iedere keer als je weer kijkt, want regelmatig komt zij gelukkig ook voorbij bij het Artiestenfestival. Muzikale dame, en voor de mensen die nog niet hebben meegekregen, ze speelt ook gewoon gitaar, ze speelt de orgel. Dus muzikaal ook stevig onderbouwd. Dat is ook zeer belangrijk natuurlijk om je staande te houden. Al die jaren ook al in het muzieksegment. En ook hier vandaag weer gelukkig bij ons aanwezig. Het Artiestenfestival, dames en heren, presenteert Sylvia Zwart. Sorry, ik vergat de tijd. Oké, ik ben te laat.
Martin, daar ben je weer. Ja, gezellig. Ik denk, ik ben waar de gezelligheid is, daar wil ik zijn. Dus dat is hier. Ja. En je hebt de smaak te pakken van het zingen weer. Ik vind het heerlijk om te doen. Ik krijg uit het land zoveel mooie reacties en lieve reacties, oprechte reacties. Dat ik niets anders kan doen dan dat beantwoorden met liedjes. Ja. En vooral, het spijt me. Hoe had jij verwacht dat dit zo'n succes werd? Nee, totaal niet. Het was ook impuls eigenlijk. Heel impulsief dat ik dacht van, ik ga hem gewoon uitbrengen. Ik krijg ook heel veel reacties op een live filmpje op social media die ik plaatste met een iets oudere tape er nog onder. En toen appte een gewaardeerde oud collega van mij. Die appte mij en zei, joh, je moet wat met die plaat gaan doen. En 3 dagen later heb ik die plaat gewoon uitgebracht. En zie daar het resultaat. Die plaat wordt helemaal grijs gedraaid. Ja, dat verwacht je niet. Nee, dat verwacht je niet. En sowieso het origineel van de Mario's. Hè, van René Lulof die het geschreven heeft. Was al fantastisch. Maar deze plaat wordt fantastisch opgepakt. En ik ben ook eigenlijk heel blij dat zo'n liedje op zo'n manier dan weer nieuw leven krijgt. Want sommige mensen zeggen, waarom zou je dan zoiets coveren? Om de simpele reden dat het liedje zo goed is. Hij is tijdloos. Dat hij tijdloos is en dat het gewoon ook een nieuwe jas verdiende. Ja. En je bent nog steeds een tingelen op Facebook. En ik hoorde gisteravond, werd me weer een nummertje te horen gebracht van een of ander instrumentaal nummertje wat je gemaakt had. Ja, ik maak heel veel instrumentale liedjes, dus heb je er weer eentje gehoord. En ik heb er lol aan om daar samen gewoon zelfs met de Facebook-volgers leuke dingen mee te bedenken. En opeens dan geef ik weer wat weg. Maar dat is echt puur voor mij voor de fun. Want die liedjes die dat zijn, die zouden we productioneel gezien, kun je daar nog veel verder in gaan. Dat kan nog veel uitgebreider en mooier, weet ik al niet wat. Maar dat was nooit de bedoeling. Het is echt de bedoeling om in een uur bijvoorbeeld zo'n liedje neer te zetten en dan te laten horen. Kijk, dit is het. Heb je nog wat nieuws op stapel staan in de trend van vroeger? Nou, er komt sowieso een album aan voor 2022. Voor het voorjaar. Met allemaal wat nieuwe songs, maar ook wat bestaande liedjes. Die ook in een nieuw jasje gestoken zijn. Er komt nog een compleet instrumentaal album aan. Eigenlijk 2 stuks. Een van mijn hobbyprojecten, want dat heb ik nog steeds. Akira, allemaal synthesizer muziek. En nog een ander instrumentaal album met wat apartere dingen. En vooral van mijn artiesten veel liedjes. De singles, albums lopen allemaal door. Kijk, wat ik nou doe, vind ik leuk om te doen. Maar mijn echte werk, dat is de studio. Het produceren, het schrijven van liedjes. Dus daar concentreer ik me voor 99% op. En die 1% die ik nog heb, dat doe ik hier. Ja, ja. Nou, doe je ook goed. Nou ja, leuk om te doen. Ja. Gewoon doorgaan, Martin. En liedjes blijven uitbrengen. Dan zie ik je nog heel vaak terug. Komt helemaal goed. Bedankt. Bedankt. Fijn om al deze dingen te weten. En de vriend van de show kunnen we ook wel zeggen als Martin voorbij komt. En een man die natuurlijk een gevierd producer ook is. Want volgens mij heeft hij al meer dan 400 cd's al geproduceerd. En hij gaat nog steeds vol gas gaat hij door. Bijzondere artiesten in zijn eigen kooi, zogezegd, onder zijn eigen hoede. En iedereen is daar ook vaak heel blij mee. Ook maakt hij nog steeds mensen blij door gewoon zelf nog steeds het podium te betreden. En ook vandaag hier kunnen wij gaan genieten van zijn performance, van zijn stem. Want hier bij het Artiestenfestival, ladies and gentlemen, oftewel dames en heren, Martin Sterken! Dat ik altijd van je heb gehouden. We hadden mooie tijden met elkaar. We dachten allebei nog niet aan trouwen. Ik ben nu blij dat we dat niet hebben gedaan. Want nu ben ik verliefd op een ander. Ik hou van haar zoals ik van jou ook heb gedaan. Vergeet niet, we waren 5 jaar bij elkander. Misschien heeft de tijd onze liefde verslaan. Toch hoop ik dat je mij nog wil begrijpen. Begrip, dat heb je altijd voor mij gehad. Maar voor mij staan
heb haar gekozen, schat. Toe huil niet, je weet, daar kan ik echt niet tegen. Ja, ik weet dat je nog steeds van me houdt. Maar als ik gelukkig wil zijn, moet ik die ander nemen. Ik ben misschien verblind en maak een grote fout. Maar nu ben ik verliefd op een ander. Ik hou van haar zoals ik van jou ook heb gedaan. Vergeet niet, we waren 5 jaar bij elkander. Misschien heeft de tijd onze liefde verslaan. Toch hoop ik dat je mij nog wilt begrijpen. Begrip, dat heb je altijd voor mij gehad. Maar voor mij staan nu andere tijden. Het spijt me, maar ik heb haar gekozen, schat. Het spijt me, maar ik heb haar gekozen, schat. Danny, goedemiddag. Goedemiddag. Eerste maal hier volgens mij. Ja, de allereerste keer op uitnodiging en ik heb er heel veel zin in. Ja. Hoe lang ben jij al bezig? Want ik, eerlijk gezegd, ik had nog nooit van je gehoord. Nee, dat kan kloppen. In het noorden van het land ben ik ook nog niet zo heel erg bekend. En ik ben al een jaartje of 10, 12 toch wel bezig met een kleine tussenpauze. En ik heb het eigenlijk sinds vorig jaar weer een beetje opgepikt. Heel raar, midden in de coronatijd. Maar op een gegeven moment, ik zag wat livestreampjes voorbij komen van collega-artiesten. En ja, het begon bij mij gewoon weer te kriebelen en zodoende ben ik weer wat eigen muziek gaan maken. Ja, muziek is een virus, hè? Je komt er niet af. Nee, dat zit eenmaal in je DNA en dan blijft dat maar terugkomen inderdaad. Ja. Hoeveel nummers heb je uitgebracht? Ik heb nu even kijken, afgelopen jaar heb ik 1 eigen nummer uitgebracht. Op de planning staat begin volgend jaar de 2e eigen single via Bling Music waar ik nu bij zit. Ja, en ik ga er het beste van maken. En het eerste singeltje doet het al hartstikke goed. Dus we gaan lekker zo en we gaan op dezelfde voet verder. Ja. Nou ja, het klinkt ook lekker, dat nummer. Zeker weten, ja. Ik ben er heel tevreden over. Ja. Wat ga je hier vanmiddag zingen? Ik ga vanmiddag dus mijn laatste nieuwe single vanaf vandaag zingen. En ik heb in mei dit jaar heb ik Daar is mijn haven uitgebracht. En dat is eigenlijk een coverliedje dus van Jannes. Heeft hij ooit eens op een album gezet en in het theater gezongen. En ik vond het zo'n prachtig liedje. Ook omdat ik nu zeg maar, ja, om het maar even zo te zeggen, in de bloei van mijn leven zit. Dus heel het levensverhaal met de kinderen en alles erbij. Ja, het sprak mij zo enorm aan. Dus ik heb hem als cover opgenomen en uitgebracht. We gaan ervan genieten vanmiddag. Ik zeg heel veel succes. Dat ga ik ook doen. Dankjewel. Hij struit hier ook natuurlijk weer aan bij Jozef. Dankjewel dat hij hier voorbij gekomen is. En ik weet niet of jullie samen zijn gaan staan in beeld. Want het is nog een aardige grote jongen, Jozef. Anders was je niet meer nergens bovenuit gekomen. Deze grote vriend van de show, nu van het Artiestenfestival, komt hier voorbij. Uit het Zaltbommel overkomen vliegen, helemaal naar Nieuw-Buinen toe. En wat fijn aan hem is, deze man was een aantal jaartjes geleden toch wel het talent van de maand bij Sterren.nl van de Tros. In zijn jonge carrière werd hij toen al ontdekt als een aanzwengel om lekker door te kunnen blijven gaan. En daarom ook is hij ook vandaag hier bij ons in het dorpshuis en bij u thuis op de buis of waar je ook kijkt. Danny Timmers! Elke morgen krijg ik 1000 vlinders in mijn buik van jou. Van jou. En mijn bloed gaat sneller stromen door die lach van jou. Van jou, van jou. Jij laat dan de zon weer schijnen, wat een mooie dag. Ik ben dan zo blij dat ik jou zie. Want zo'n mooie meid als jij, die deelt met mij de dag. En ik zing dan met een lach. Jou nooit meer gaan. Nee, geen moment
ga ik bij jou vandaan. Al reis je heel de wereld drie keer rond, ik vlieg jou na en kus jou op je mond. Vanaf vandaag laat ik jou nooit meer gaan, want ja, voor mij ben jij het helemaal. Krijg je de kriebels van mijn nummer 1, mijn hart dat is voor jou alleen. Sinds de dag dat ik je zag, denk ik alleen aan jou, aan jou, aan jou. Een bosje rode rozen, ja die gaf ik toen aan jou, aan jou, aan jou. Als ik in je ogen kijk, dan raak ik al van streek. Ik ben dan zo blij dat ik jou zie. Want zo'n mooie meid als jij, die deelt met mij de dag. En ik zing dan met een lach. Vanaf vandaag laat ik jou nooit meer gaan. Nee, geen moment ga ik bij jou vandaan. Al reis je heel de wereld drie keer rond, ik vlieg jou na. Kus jou op je mond, vanaf vandaag laat ik jou nooit meer gaan. Want ja, voor mij ben jij het helemaal. Krijg je de kriebels van mijn nummer 1, mijn hart dat is voor jou alleen. Krijg je de kriebels van mijn nummer 1, ik laat jou nooit meer alleen. Ja, goedemiddag. Ja. Ja. Had je zon zijn schoenen alweer aan, zag ik dat je binnenkwam. Ja, natuurlijk. Die moet je even aandoen. Hè. Je weet nooit wat het weer is. En als je dat klompen aan hebt, dan gaat dat altijd goed. Ja, en warme voeten. Lekker. Oh, dat scheelt, hé. Dat scheelt zeker. Ja, inderdaad. Ja. Hoe kom jij deze tijd door? Hoe kom ik deze tijd door? Ja, gewoon, we hadden nog geluk dat we de laatste weken allemaal nog optredens konden doen. Ja, nu is het even weer allemaal weer afzeggingen en dit en dat. Maar ja, ik heb een idee dat mensen heel veel gaan verplaatsen naar een zaterdagmiddag, naar een zondagmiddag. Ja, dat soort dingen. Maar wat zal dat worden in de carnavalstijd voor jou? Want dat is toch een van jouw topmaanden? Ja, dus was altijd een van de topmaanden. Alleen vorig jaar was het ook helemaal mis. En ik denk dat dit jaar ook misgaat. Maar ja, we komen in januari wel weer met een nieuwe single uit. Ja, nou, we zijn weer met de studio bezig met Arjan Vedeman. En we hebben een idee uitgewerkt. En dat van een week kreeg ik weer bericht, maar ik denk wel in januari, dan gaan we knallen. Gaat weer los. Ja, dan blijft het blauwe hoedje dit keer op en dan is het gewoon weer feest op dat moment. Ja, ik kan me herinneren dat je eigenlijk, tenminste in je solo carrière, één keer een serieus nummer uitgebracht hebt. Voor de rest is het eigenlijk altijd alleen maar feest, hè? We hebben een paar rustige nummers uitgebracht. Ja, die Man in Manen was eigenlijk... Maar ja, Man in Manen was ook zoiets. Rosanna. Ja, Levensmelodie is trouwens goed gegaan, hè? Ja, Levensmelodie die is perfect gegaan. En de mensen kunnen nog steeds aanvragen, maar ik bedoel... Nee, ik krijg heel veel reacties op. En ja, dat is wel mooi. Het zijn wel nummers die niet van jou verwacht. Nee, dat is hem ook. Dus misschien heb ik straks weer een ander jasje aan, maar dat moeten we even nog één keer serieus doen. En daarna, een blauwe musje weer op. Want Hoena Paloo, die hebben we al een paar jaar. En die gaan we ook. Die blijft het doen, hè? Die blijft het doen. Een kaboutertje. Ja, de kabouter helemaal. Maar. Ja. Nou ja, gewoon doorgaan, denk ik. Ik wens je heel veel succes, John, en bouw er gewoon een feestje van. Ja, jullie ook, en het Tieste Festival. Heel veel succes, want voor jullie is het ook ups en downs. Dan wel, dan weer niet. En, maar klasse dat jullie het allemaal organiseren voor de artiesten en voor het Nederlands publiek. We proberen het gewoon. Ja, daarom. Bedankt. Oké, jullie ook. Dames en heren, we zijn weer bijna toegekomen aan het einde van deze aflevering. Maar gelukkig gaan we er zeer feestelijk uit. Even lekker proosten met z'n allen. En het is altijd feest als deze man er is. Vriend van de show. Mocht je hier langs willen komen hier bij het Artiestenfestival. Volg alles via de socials of natuurlijk ook via www.hetartiestenfestival.nl. En dan zien we je ook heel snel een keer gewoon in levende lijven waar het kan en wanneer het weer kan. Het is al natuurlijk heel erg gezellig. Ik zei het al, we gaan het glas omhoog gooien. We gaan een feestje vieren met niemand minder dan John Enter. Zit op kantoor, de telefoon gaat. Het is die klant die steeds maar meer vraagt. Waarom nu? Ik wil daar zijn. Daar zijn alle leuke mensen.
Mijn leven is meer, mijn leven dat telt. Ik neem er nog één op ons geluk. Alles is goed, ik kom morgen terug. Scheid aan het werk, scheid aan mijn geld. Mijn leven is meer, mijn leven dat telt. Ik neem er nog één op ons geluk. Alles is goed, ik kom morgen terug. We zingen en we springen, gooien alle remmen los. Niemand houdt ons hier nog tegen, nu zijn wij de Big Boss. Scheid aan het werk, scheid aan mijn geld. Mijn leven is meer, mijn leven dat telt. Ik neem er nog één op ons geluk. Alles is goed, ik kom morgen terug. Scheid aan het werk, scheid aan mijn geld. Mijn leven is meer, mijn leven dat telt. Ik neem er nog één op ons geluk. Alles is goed, ik kom morgen terug. En zeker jij bedankt, dames en heren. En met John Henter zijn we aan het einde gekomen vanaf oh, gezelligheid erin. Maar daarvoor moet je volgende keer gewoon weer kijken. Want voor deze aflevering is het afgelopen met onze eigen John Henter. Altijd feest. We hopen heel graag tot de volgende keer. Blijf ons volgen via www.hetartiestenfestival.nl of via alle socials. En mocht je onze eigen John willen vinden, kijk op je toetsenbord. Zoek de Enter en je komt er vanzelf. Bedankt voor het kijken. Bye bye. Het Artiestenfestival. Bedankt allemaal. Tjus. Wow.